Ah, Ise! Hey! Dat is Malema Team William. Yo, ça va? Ik heb gehoord dat jullie optreden vrij legendarisch was vandaag. Het was zeer straf. Echt ongelooflijk dat ik dat nog mag meemaken op mijn leeftijd. Ja. Na al die jaren, fantastisch. Ja, jullie zijn precies nog een beetje aan het afkicken van de adrenaline, zo hè? Ja, ja, eigenlijk wel. Ik heb een heel goed voorstel voor jullie, nu dat ik jullie hier toch tref. Laten we nog een beetje adrenaline opdoen, Ginder. Wat denk je? Oké. Okay. Wie heeft er hoogtevrees? Echt waar? Alles voor de medias. Ik ken niemand met zoveel hoogtevrees als Floris. Floris, ik ga je geheim vertellen. Ik heb ook gigantisch veel hoogtevrees. Ga er samen niet in anders. Ik weet niet hoe tof zijn. En de cameraman Sjoerd heeft ook keiveel hoogtevrees. Ah, ideaal. Floris, het is zover hè? Dat komt hier niet goed. Oké. Is dat wel veilig? Ik denk van niet. Dat ziet er hier uit alsof dat gemaakt is met gaffatape. Is het goed dat ik nu even flauw val? Dat we straks verder doen. Kijk, maar daar zitten uw maten van Team William. En daar zitten uw maten van Team William. Alles oké? Oké. Ik blijf gewoon praten, want ik ben zelf ook mega zenuwachtig. Ik heb ook schrik dat ik mijn micro ga laten vallen. Ah! Heeft er iemand geïnformeerd hoe snel dat gaat? Vrij snel, denk ik. Oh, shit. Oké, geniet van het uitzicht, Floris. We mogen niet, Oh, kijk. We zien hier heel Pukkelpop. Floris, je bent zo stil. Ja, wacht even bekomen. Nu, het is eigenlijk echt een max. Oh, fuck. Sjoerd, alles oké. Oh my god, ik heb de neiging om mijn micro naar beneden te gooien. Ja. Oké. Okay. We moeten ons focussen. Okay. Floris, we survived. We did it. Hoe vond je het? Survived Pukkelpop. Ja, zot ervaring. Ik had nooit vergeten, Sophie. Merci dat ik dit met jou mocht delen.